Zaken doen met het buitenland, niet altijd makkelijk. En zeker niet als er een groot cultuurverschil is tussen de businesspartners. I think in this moment of unstoppable globalization we are all in, people are more mobile and people are traveling more. So there are some kind of intercultural insights and dimensions of intercultural aspects of the business is valued highly. Een goede kennis van de cultuur van je zakenpartner is dus van essentieel belang. Liliana Simic geeft workshops over de verschillen in zaken doen tussen mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten. Their experience in a multicultural setup does not make them necessarily interculturally competent. It is more than that. It's a subtle way of feeling it when it comes, how it functions and how I can manage, rather than avoiding. Intercultureel communiceren, dat wil zeggen dat je eigenlijk iemand in een bepaalde cultuur als groep ziet. Dus ik zat een beetje gewrongen met hoe dat die twee zich verhouden ten opzichte van elkaar. En daarom vind ik het echt wel heel interessant. Ondernemers die nog niet met andere culturen in aanraking gekomen zijn, dat die inderdaad de impact onderschatten. Het is heel makkelijk om goede relaties snel op te blazen als je niet bewust bent van specifieke culturele verschillen. Het zijn de Europese Commissie en Enterprise Europe Network Vlaanderen die dit soort workshops organiseren. Enterprise Europe Network and European Commission are working together to do this kind of events and help entrepreneurs to be aware of the importance of multicultural aspects. The simple way of writing emails, someone can see the direct communication extremely valuable, straight to the point and precise, while some other people can have the same email in front of them and thinking it's a very rude and very aggressive way of approaching. Ja, laatst nog had ik een overleg met iemand uit Italië en onze typische Vlaamse let's get things done benadering was iets te direct. Ik heb nog een paar calls nodig gehad om alles daarna recht te zetten en eens die sociale een beetje opgebouwd was, ging alles veel makkelijker. Once people are opening up those windows and doors of the differences and similarities, I think they do not put anymore the same glasses, but they have a multiple and they observe the reality differently. And this is the one thing that I hope after a day of reflection they are ready to apply and to work with.